narijder. Dat is Frank. Frank. Onze narijder is Nico. Nico. Dus hier is de Noord het hoogst. Nico is erbij. Ja, die. Hij kent hier de weg niet, maar hij komt uit Rotterdam, hè. Dus dat was makkelijk. Ja. En dan hebben we nog een chauffeur, dat is William. Staat ook op jullie papier. Als er iets is, heb de locatie waar je staat. En met veel geluk haalt hij je op. Ja, en je niet uit, hè. Dat de route is 100 kilometer, 110, ligt nou wat jullie willen. Het zal wel stoppen worden. Maar ja, ik heb er geen last van. 65%. Dus ja, zo krijgen we jongens met paarden doorheen. Als een paard tegemoet komt, dan even de motor uit. Als een paard die kant op gaat, dan moet ook die kant op. Ja, dan is helaas pindakaas. Stapvoet voor de langs. Misschien wel twee. Misschien wel twee. Gewoon rustig jij, hè? Je bent niet de oudste vandaag. Dat is onze Ab, hè? Ab die is vroeger begonnen hier met Rondje Markelo. En hij woont hier nu kortbij op. De mooiste bungalow hier op de Hessenlijn. Dus Frank is zijn zoon. Dus, jij zien, hè? Eentje. Het ligt in de familie. Ja. Dat komt wel altijd. Ja. 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 Jongen, nog één ding. Geen navigatie aan. Die navigatie komt te voeten, gaan we naar huis. Jo! En hier is hij nog. Is hij dan onopgesloten? Van Helmdoorn. Oktober. Misschien op vrijdag. Dan zit al vrijdag weer een duur naar de, maar ik probeer zelf erin te bouwen. Dat is nog ook. En als het jullie goed bevalt hier, doen we het misschien ook nog een keer weer in september. Als de baas het goed vindt. Hè? Ik heb niet overlegd. Je bent een grote animator. Je gaat zeker de baas. Ja, juist. Ja, Chris. Dat is wel goed. Veel plezier. Ja, dat is wel een beetje.